Hallo, ik ben Mariel van Istardo en vandaag gaan we de Taste of Ibiza maken. Wat hebben we nodig? Een glas, ijsblokken, yerba de Ibiza, limoentjes, ginger ale en suikersiroop. We nemen een glas, vullen die met ijsblokjes, zodat het glas goed fris heeft wanneer de cocktail klaar is. Vervolgens een limoen, vers gewassen. Even uitrollen zodat het sap goed vrij komt. Snijden hem in twee. Persen. Twee centiliter suikersiroop. Suikersiroop is gemaakt op basis van suiker en water. Wij doen het 1-op-1, dat is 1 kilo suiker en 1 liter water. Dan doen we de yerba's erbij, 5 centiliter. Even mengen. Ijsblokjes wegdoen. Vervolgens gieten we alles in het glas. Vullen met ijsblokjes. En dan aftoppen met de ginger ale. Nog eens alles goed mixen. En afwerken. Rietje. Pakje munt. En een gedroogde sinaasappel. En voilà. Santé, geniet ervan.